Vroeger thuis hadden we honden, konijnen, vissen, van alles. Ratjes heb ik ook nog gehad. Hallo, ik ben Lilian Marijnissen van de SP en dit is mijn huis. Lady in Socialisme, dat is strijden tegen de discriminatie, achterstelling en uitbuiting van mensen. Nou, welkom. Dit is dus de keukentafel. Maar ja, in coronatijd is het eigenlijk gewoon meer bureau, kantoor. En heel lang heb ik gedacht, ja nee, ik ga niet hier in de pontificaal in de woonkamer zo'n bureaustoel neerzetten, weet je wel. Dan wordt echt gewoon je huis ook je werkplek. Maar ik merkte wel al die uren zitten en dan op zo'n flutstoeltje. Ja, dat was gewoon voor de rug echt niet te doen. Dus uiteindelijk ben ik overstag gegaan en een goede stoel hier neergezet. Nou, zie hier de keuken. Hier de, doe ik eigenlijk niet zoveel. Thee zetten. Nou, dit is Laika en Laika woont ook hier. Dat is wel heel gezellig. Ik mis haar ook echt als ze er niet is. Laika, koekje. Kijk eens, lekker zitten. Goed zo. Op. Kom op. Ja, goed zo. Zit. Goed zit. En lig. Goed zo. Dit zijn de koekjes van Laika, maar die zitten in een voor mij wel mooie pot. Nou ja, wat ik ook hier vanaf de bank doe, is natuurlijk Feyenoord kijken. Mijn clubpie. Het liefste in de Kuip. Nou, mijn vader heeft me ooit een keer meegenomen naar de Kuip. Ja, dan raak je toch gewoon verliefd op het mooiste stadion van Nederland. En natuurlijk de mooiste voetbalclub van Nederland. En ik kijk alle wedstrijden. Over het algemeen ben ik wel rustig. Ja, ik kan af en toe wel een keer vloeken hoor. Dat kan ik niet ontkennen. Dit is dus Lins is gewoon geblesseerd. Een blessure van Feyenoord. Volgende fysieke tegenvaller. Dit is een goede bal. Ja, dikke. Dit hoort. Nou, hier gaan we door de tuindeuren naar de tuin. Ja, ja. Het is niet heel erg hoog staan. Het is kunstgras, kan ik jou onthullen. Dus dat is wel heel erg makkelijk. Ja, nou, ik ben wel onwijs dierenliefhebber. Dus behalve Laika, de hond. Ik heb echt altijd honden gehad. Ook vroeger thuis hadden we honden, konijnen, vissen, van alles. Ratjes heb ik ook nog gehad. Maar ook een paard heeft wel een bijzondere rol in mijn leven gespeeld. Dit is Gorby, dit paard. Naar Gorbachev. Het is ook een paard dat uit Rusland kwam oorspronkelijk. Met de befaamde vlekken, in dit geval op zijn neus. Mijn nicht heeft dat paard gekocht en het zou hier eigenlijk naar de slacht gaan. Het zag er ook heel slecht uit. Ik mocht het oplappen. Ik was toen een jaar 15 of zo, hè, moet je bedenken. En op een gegeven moment werd het echt een heel mooi paard. Maar ja, toen kwam dus het moment dat mijn nicht zei, ja, ik moet hem eigenlijk wel verkopen. Dus ik heb toen helaas Gorby nooit meer teruggezien. Maar nou kwam het. Nou zat ik dus een tijd geleden in De Slimste Mens. En daar vertelde ik dit verhaal. En ja hoor, kreeg de SP-afdeling een mailtje in de mailbox van een mevrouw. Die zei, Gorby staat bij mij in de tuin. En daar is deze foto van. Toen heb ik Gorby dus weer teruggezien na jaren. Nou, dit was mijn huis. Ik hoop dat jullie een beetje beeld hebben gekregen hoe ik woon. En ik hoop natuurlijk dat jullie gaan stemmen. 17 maart, verkiezingen. En het liefste op de SP. Voor een eerlijke Nederland. Doei! Wil je nou meer lijsttrekkers zien? Kijk dan op npo3.nl of klik hier. Of hier. Hier, daar.